Hey, hallo. De Recreant hier. Nu, in deze vreemde tijd, met het corona, waar we dus veel dingen niet meer mogen, waar we beperkingen op gelegd worden, logischerwijs, om besmettingen te voorkomen, zie je veel mensen gaan sporten. Sporten oppakken die ze eigenlijk normaal niet doen, om toch maar fit te blijven. Wat heel goed is. Je ziet veel mensen vanuit huis weg gaan hardlopen. En je kunt natuurlijk je sneakers aantrekken en gaan, maar dan mis je wel bepaalde dingen. En om blessureleed te voorkomen, wil ik toch bepaalde dingen even met jullie bespreken voordat ik met mijn eigen loopje ga beginnen. Namelijk 1. Wat heel belangrijk is, zijn namelijk je schoenen. Schoenen heb je in verschillende soorten, voor verschillende ondergronden. Harde ondergrond en zachte ondergrond. Je hebt schoenen voor op de baan, want op de baan, ik bedoel de atletiekbaan, krijg je ook een demping vanuit de baan en je hebt demping in je schoen zitten. Dus dat moet ook goed afgesteld zijn op elkaar. Maar ik ga het nu hebben over hardloopschoenen voor op straat. Omdat niet iedereen het bos in gaat, omdat daar nu ook veel gewandeld wordt. Door nu, wat er allemaal gebeurt, dat mensen dus nu gaan hardlopen, is natuurlijk super. Goed voor de conditie en goed om fit te blijven. Maar, wat mensen ook moeten weten, is dat je op juiste schoenen moet lopen. Schoenen heb je in verschillende soorten. Voor harde ondergrond en voor zachte ondergrond. Ik zou zeggen, vind je het een leuke hobby, ga dan naar een hardloopwinkel en laat je daar goed voorlichten over de schoenen die jij als persoon nodig hebt. Er zijn mensen die knikken met hun enkels naar binnen toe, die hebben een soort ondersteuning nodig. Of ze knikken met hun enkels naar buiten toe, dan heb je ook een bepaalde schoen nodig met een bepaalde steun. Dat is echt belangrijk om blessureleed te voorkomen. En zodat je dus lang van deze hobby kunt blijven genieten. In zo'n hardloopschoen zitten bepaalde platen. Die zorgen dat je een goede steun hebt. En de samenstelling van de zool zorgt voor een goede demping. Dat kan zo'n persoon in zo'n hardloopwinkel jou vertellen. Dat gezegd te hebben, zie je mensen vanuit huis weg gaan lopen. Je ziet geen stukje warming up, wat echt wel essentieel is. En ik weet niet alles, maar wat ik weet, wil ik even aan jullie delen. Een paar simpele oefeningen voor een warming up die je tijdens het inlopen al kunt doen. Dat inlopen is heel rustig dribbelen. Dus op een heel rustig tempo, lekker dribbelen. Tijdens het dribbelen kun je al oefeningen doen. Bijvoorbeeld even je nek losmaken, je schouders, dan gaan we van boven naar beneden. Dat kun je allemaal tijdens het lopen al doen. Sta je even stil, even rusten, kun je met je heupen wat gaan bewegen, je heupen losmaken. Draaien linksom, rechtsom. Heb je dat gedaan, zou je bijvoorbeeld kunnen gaan, een beetje gaan knieheffen. Laag. Neem er bij je armen ook mee. Tijdens het lopen ziet dat er zo uit. Je kunt hem ook hoger doen. Neem ook daarbij je armen weer mee. Dit zijn allemaal oefeningen die je al tijdens het lopen kunt doen. Hakken billen. En dit alles op een rustig tempo. Heb je dat een poosje gedaan, dan rust je even en dan ga je weer rekken en strekken. Heel licht. Want je spieren zijn nog lang niet warm. Dus je kunt tegen een boom aan staan. Je kuit een beetje oprekken. Je kan zo gaan staan. Je hamstrings wat rekken. Lichte spanning is goed. Je mag geen pijn voelen. Dat zijn hele simpele oefeningetjes die je even kunt doen, onderweg al. je bovenbenen. Heel licht, spanning is goed, pijn is niet goed. Ik hoop dat jullie hier wat aan hebben. En dat we zo meteen zonder blessures leuke kilometers kunnen maken. Ook in deze vreemde tijd. Ik ga jullie weer zien. Tot snel. Dat was weer even heel wat informatie. Kijk het filmpje eens terug. En ja, neem het in je op. Ik ben nu met mijn eigen loopje begonnen. Een langzaam loopje. En dan ga ik jullie meenemen. Ik moet even een stukje teruglopen, ze hebben alles afgezet. Dus we gaan gewoon lekker verder. Ik ben nu bezig met wat ik noem een LSD-rondje. Long Slow Distance. Zodat je lichaam wendt dat je een langere duurloop kunt doen. Dus waar ik normaal zeg deze afstand een uurtje over loop, ga ik nu dik 1,5 uur over doen. Gewoon langzaam. En dat ga ik uitbreiden weer. Zodat ik zo meteen, als het allemaal een beetje voorbij is, weer leuke loopjes mee kan doen. En wat langere afstanden kan gaan lopen. Nog een kleine 2 kilometer en dan loop je nu langs mijn atletiekbaan. Ja, en dat is wel een troosteloos aangezicht, want waar normaal allemaal levendig is, is het nou helemaal rustig. Kijk. Ja, vanwege het coronavirus geen verenigingssporten, eigenlijk helemaal niks meer. Geen kleine samenscholingen meer, helemaal niks. Dus moeten onze wij als hardlopers, wielrenners, mountainbikers, ja, daar kun je beter nog, je nog een beetje buiten vermaken. Maar voor andere mensen die een andere tak van sport beoefenen, ja, is het wel moeilijk. Het verhaaltje wat ik aan het begin deed van dit filmpje, is dus ook eigenlijk bedoeld voor een niet geoefende hardloper. Dat die er wat mee kunnen gaan doen. En ja, ik hoop... Ik hoop met een aantal maanden dat dit voorbij is en dat we weer met z'n allen lekker naar buiten kunnen. Genieten van de outdoor sporten en allerlei andere sportieve activiteiten. nog een klein stukje, vals plat omhoog. En dan zijn we zo meteen thuis. Nou heb ik een kleine 10 kilometer gelopen. En ik ben nu heel dik een uur onderweg. Dus het, ik ben goed. Nou, dit keer was het geen filmpje van een mooi loopje of een trail of iets dergelijks. Gewoon een filmpje van mij, iets dat op mijn hart ligt, naar de lopers toe. En ja, ze zullen er vast weer komen. Maar dit was gewoon even een filmpje van mij met een stukje informatie, tenminste wat ik weet. En wat ik wil overdragen naar de lopers. En ik hoop dat jullie er wat aan hebben. En van genoten hebben. Ik zeg tot de volgende keer.